Mijn collega Jos was van de week op de locaties die nu nog open zijn. En die ging eventjes kijken bij de studenten die daar nu zitten te studeren. En dat zijn er een paar handjes vol. Dat gaat eigenlijk heel goed en netjes op afstand en zo. Maar ik begrijp dat er onder studenten wat vragen leven over... ik werk niet of ik studeer niet op die locatie. Mag ik vanaf elke locatie op Roggense Straat of Kralingse Zoom werken? Het antwoord is ja. Dus ik ben nu op de Kralingse Zoom. Ik zit in dat prachtige nieuwe gedeelte waar allerlei kamers nu leeg staan. Studenten die niet de faciliteiten hebben. Studenten die thuis niet in rust kunnen studeren of anderszins niet de mogelijkheden hebben, zijn uitgenodigd om hier naartoe te komen. Je zult zien dat ze wel streng bejegend worden in die zin dat ze gevraagd worden naar een kamer toe te gaan, om die netjes om daar in je eentje te gaan zitten en als je daar met z'n tweeën zit om afstand te houden. Ik heb net twee studenten met gebarentaal duidelijk gemaakt dat ze wat meer op afstand moesten gaan. Dan kreeg ik de duim omhoog. Dus we moeten er wel een beetje op toezien. En ik blijf ook de studenten oproepen om die regels gewoon in acht te nemen. Dat is ontzettend belangrijk. En ik snap heel erg goed, ooit was ik ook jong, dat het leuk is om een beetje te dollen. Of als je samenwerkt, bij elkaar op het schermpje te kijken. Niet doen. Maar iedereen, ook studenten die normaal gesproken op de Wijnhaven, op de Lloydskade, of waar dan ook studeren, Museumpark. Ze zijn welkom op de Roggestraat of de Kralingse Zoom. Krijgen een keurige kamer toebedeeld. Kan best zijn als het te druk wordt dat we dan zeggen van ja sorry, het kan niet meer. Want we houden ons heel strikt aan de instructies van de Rijksoverheid. Onze toezichthouders zul je ook aanspreken als je je niet aan de afspraken houdt. Maar als we ons daar allemaal aan houden, ben welkom om hier te komen studeren. Om hier eventueel die online toets te gaan doen. En hier is de Kralingse Zoom en de Roggense Straat. Ja. Een ander signaal dat we kregen op locatie was... dat studenten zich een beetje bezwaard voelden om naar school te komen, omdat we van de overheid de instructie hebben gekregen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Hoe verhouden die dingen zich tot elkaar? Ja, dat is een lastige. Ik merkte dat vanochtend ook. Omdat er een aantal aanleidingen zijn om hier nu even te zijn. Dat voelde bij mij eerlijk gezegd ook niet helemaal gemakkelijk aan om dat dan te doen, totdat je hier bent. Ja. En dat je het gevoel krijgt van het is hier een stuk veiliger dan bij de Albert Heijn om de hoek. We hebben namelijk grote gebouwen. En waarbij het betrekkelijk makkelijk is om je te houden aan de regels die de Rijksoverheid ons opgelegd heeft. Mm-hmm. Het blijft staan dat als je thuis voor jezelf de condities kunt creëren om goed te studeren, zou ik dat gewoon doen. Blijf thuis als het niet anders kan. Reizen ook op een verstandige manier. Hè, zodat je ook daar die anderhalve meter norm kunt handhaven. Maar als dat niet lukt, is dit gewoon een volmaakt veilige plek. Met tientallen, zo niet honderden lokalen. Waar je gewoon lekker kunt gaan werken. Dus ik snap dat je het bezwaard voelt. Ik had het zelf ook een beetje. Maar als je aan de regels houdt, mag je naartoe komen. Maar als het niet nodig is, doe het niet.